Een nieuwe week, een nieuwe vlog. Ook deze week is er weer genoeg gebeurd op de altijd bruisende redactie van Power Unlimited. Zo raakt Wouter verslaafd aan een nieuwe game, zijn we lekker aan het knutselen voor straatnoobs en dat gaat helemaal fout. Checkt Florian een vette externe videokaart, leert Wouter de koffieautomaat kennen. Zo ben ik het ook voor de volgende keer. En natuurlijk nog veel meer. Je ziet het allemaal op de redactie. Op het schoolplein legden we altijd onze piemels op tafel, maar nu flapt iedereen zijn Nintendo Switch eruit. Alsof het niks kost, er ligt zo. Hoeveel geld is het bij elkaar? Moeten we toch? 300, een paar duizend, 9 euro, dat is dan 30 euro. Ja, wacht, ze zijn weg. Hoeveel waren ze van mij? Zeker dat deze maar minimaal 400 per stuk, want je hebt natuurlijk iedereen heeft zelden erbij gekocht. Dus hoeveel lagen er? 1, 2, 3, volgens mij 9 toch? Ja. Ja, nou, dat is lekker veel, 3600. Dus Nintendo, alsjeblieft. Ja. We hebben lekker veel geld uitgegeven. Maar we hebben ook wel heel veel Zelda gespeeld, dus ook Nintendo, dankjewel. Check waar ik aan het spelen ben. Eindelijk, na al die tijd, Mass Effect Andromeda live op mijn beeldscherm. Ik zit er al helemaal in. Ik mag wel even meekijken. Wauw, dit is een soort van Batmobile. Ik ga nog even vet hard no life op Mass Effect Andromeda. Volgende week maandag is het embargo, dus dan moet mijn review online staan. Ga het zeker checken. Ik hoop dat ik het echt fucking fantastisch vind dat het een 9,9 krijgt. Maar ja, dat weet ik niet zeker. Zet het op een kartonnetje. En dan deze knippen we uit. Dan gaan we aan de straatnoobs vragen welke controller bij welke naam hoort. Welke naam bij welke controller. Even kijken. Kijk, deze doos kunnen we mooi gebruiken. Hier komt het A4'tje op. Dus al deze troep moet ergens een mes liggen. Dat werkt best wel goed. Als hier geen horrormuziekje onder komt, dan ben ik teleurgesteld. Hé, serieus. Pak je hand. Dan kom je zo omhoog met je mes en dan. Ja, wat moet precies het shot worden? Nu gewoon alleen zijn hoofd. Zo'n shot zo. Ja. Kom je omhoog zo met dat mes en dan ga je snijden. We hebben lampjes, we hebben heel veel lampjes. Zakken voor lampjes. Wat is het voor? Alles waar ledjes op zitten is goed. Wat is het? Het is een externe case waar je een videokaart in prikt. Ja. En die hang je dan in je notebook en je laptop, whatever. En dan heb je gewoon een gruwelijke gaming laptop. Met lampjes. Met lampjes. Ja. En dit is wel een speciaal ding, toch? Ik durf het ook niet aan te raken. Ja, de kaart bedoel je? Ja. Ja, dat is de 1080 Ti. Wow. De snelste kaart die er is. Het is een soort van the best of both worlds, omdat je kan dus een ultrabook hebben. Gewoon heel plat en dun en overal mee naartoe nemen. En je komt thuis en je plugt hem erin met één kabeltje. En je hebt gewoon een gruwelijke game per se. Als je nou echt heel veel je gaming laptop wil meenemen overal naartoe. Ja, omdat je overal wil landen en weet ik wat. Dan is het misschien niet zo praktisch. Ja. Maar voor thuis, ja. Briljant. Like a 5% performance game. Over Anderson. Hoe ver ben je? Ik heb het kartonnetje ontkleed. Dus dat niet. Zo. Nou, prima. Doei. Dat is ook best wel kut. Ja. Het zijn de beste headphones ooit gemaakt. Hoezo? Zacht. Soft touch leather aan de bovenkant. Hier, synthetisch leer gevuld met memory foam. De zachtste koptelefoonervaring die je ooit zal krijgen. 50 mm drivers kanten naar binnen voor de beste geluidservaring. Draadloos, met active noise cancelling, zodat je niks meer hoort. Het is perfect. De koffie is smerig. Weet je, het is echt een fucking operatie om ervoor te zorgen dat hier lekkere koffie aankomt. Marco weet er alles van, hè Marco? Hij moet weer gereinigd worden. Ja, zal ik even een demonstratie geven? Heb jij zin in die half uur werk die dat kost? Oh ja, deze is. Ja, dit weet ik nog wel.
Dit, hij gaat nu allemaal buizensystemen omwisselen. Super ingewikkeld. Zo werk ik het ook voor de volgende keer. En als je mazzel hebt, dan spuwt die koffie uit dat enigszins te hachel is. De voorbereidingen voor een potje Ghost Recon Wildlands, die jij gereviewd hebt, Chip. Ja, ik ben zeker. Zeer benieuwd wat je ervan vindt. Ik heb net een review bij Ed ingeleverd. Oké, ik wil hem ook voor de site. Ja, dat komt goed. En de Florian die ging weg, dus we kunnen Hardhoek niet opnemen. Dus we moeten maar iets anders doen. Ik heb echt nog... ik heb nog 37 minuten en dan moet ik naar huis om verder Mass Effect te spelen. Elke seconde telt. Ik heb echt met je te doen. Hard, hè? Ik had het net met Kevin over dat tafeltje. Ja. Ik zei van, je moet echt een ander tafeltje hebben. Ja, het begint echt gevaarlijk te worden. Dit is echt een trieste tafeltje wat er bestaat gewoon eigenlijk wel. Ik denk... Maar hij zei, ik wil het tafeltje houden totdat hij op beeld een keer in elkaar valt. Wat een goed idee. Dat is inderdaad een goed idee. Behalve als er gewoon 10 liter hete koffie op staat en dat we dan echt als brandwondelslachtoffers... Ik denk sowieso dat er echt heel wat moet gebeuren voordat het ding inzakt. Ook al ziet hij er wobbly as fuck uit. Wat ben jij aan het doen? Ik ga even de PlayStation 4 Pro benchmarken. Is de SSD sneller of een harde schijf? Lees het. Nou, dat is wel echt iets morgen. Dat je moet benchmarken, hè? Ja, nee, maar het is toch wel zeker de helft verschil. Ik krijg nog steeds een beetje als een bang konijntje in de camera, hè? Dat moeten we even afleren dan. Dat is mijn stijl. Zijn die wijveld? Dit me toch lekker gek, hè? Oh, deze chick zit gewoon even met de blokjes. Leaving for the new province? Yeah, Villaverde. Oh, dit is in de kerel. Now shows one major road which leads to the city of Villaverde. Ik tegen kerels. Vrouwen die wat mannelijk zijn. Ja, die zijn nog wel wat klein. Beauty fades, but laughter stays. Het ruimt niet eens. We zitten elke maand, Florian en ik, even in een burgertentje. We gaan namelijk elke maand naar Slam. Dus vandaar dat we samen eten en daarna gaan we naar de studio. In de wereld van... Games! Dit is hoor de mannen die alles weten van gaming. Geert en Florian van The Power Unlimited. Goedenavond mannen. Goedenavond. Hoe is het leven? Ja, lekker wel. Ken je nog een leuke mop? Ik moet namelijk nog 29. Ja, de PS4 Pro downloadtijden. Oh! Ik moet doen alsof ik aan het werk ben. Ja, doe maar. Ja, het is heel simpel. Ik ben opgeleid door Floris. Dus tja, ik denk dat ik al zijn maniertjes al heb overgenomen. Ja. Dus eigenlijk wat je dan doet is dat je tot 12 uur, doe je een beetje of je aan het werk bent, stik je een artikeltje of twee, ja. En ja. Dan hou je er gewoon mee op. Ja, dan probeer je eigenlijk elke keer als Wouter niet kijkt, probeer je zoveel mogelijk niet te doen. Dus ja. Het werkt best goed. Ja. Dus, ja. Goeie leermeester. Ja. Komt-ie? Okay. Draw Race? Wat we gaan doen, dit is Draw Race. De game is al 6 jaar uit voor touch devices. Ik ben denk ik het rode autootje, Lucas het blauwe autootje en Geert denk ik het groene autootje. We gaan 2 rondes tekenen op een track, dat doen we alle 3. Daarna drukken we op start en dan wie het beste rondjes heeft getekend op de track, die wint. Okay. Je moet dus rekening houden met de bochten, hoe hard je er doorheen gaat, hoe je ze aansnijdt. Hoe langzamer je tekent, hoe langzamer je de bocht, maar hoe snel je gaat, hoe sneller die gaat. Rood, dat ben ik. Blauw, Lucas. Groen, Chirk. 3, 2, 1, start. Groen, 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 groen. Blauw. Rood, 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 rood. Ja, goede start dan. Oh, blauw is zo dan. Oh, we hebben een shoutcaster nodig. Oh, waar is groen? Waar is groen? Groen is weg. Rood staat op kop. Ja, maar wacht. Volg maar, blauw. Wacht maar, hier. Rood rijdt zo ver weg dat hij helemaal uit beeld is, maar er komt blauw daar terug. Nee, want die glijdt daar vol de bosjes in en groen is in geen velden of wegen te bekennen. Rood gaat hier op de slof naar de overwinning toe, gevolgd door blauw en groen is helemaal spoorbijster. En denkt dat hij daar in het café-restaurant een bakje koffie kan halen en dat is nu het geval. Dit is de puurmuur. Dit zijn alle nummers van Power Limited. Niet allemaal natuurlijk, want er zijn er echt meer dan 200. We zitten nu bij nummer 280.
zijn we mee bezig. En deze muur moet af en toe even geüpdate worden, dus dat is een mooie klus voor Loepé. Daar gaat hij. Zeg, episch lang mee bezig. Hey. Hoi. We hebben je al dagen niet gezien. Wat ben je toch aan het doen? Ik wil ook liever niet gezien worden, dankjewel. Je mag dit ook helemaal niet bekijken, man. Het is allemaal fucking onder strikt embargo en zware shit. Nee, ik ben nog steeds Mass Effect aan het spelen. Nog steeds. Ik kan ook echt alleen maar bij Q gewoon gamen en opnames. Ja, dit is gewoon de situatie. De koek is op, oftewel het is klaar voor deze week. We zien je volgende week weer, vrijdag 4 uur. En dan is het cheer goed gemutst. Een soort van. Ruim jij hem? Nee. Nintendo, wat doe? Net op deze stand. Ik heb één uiting.